We hebben al gekeken naar het liberalisme, het socialisme en het nationalisme. In deze video staat het feminisme als laatste politiek-maatschappelijke stroming centraal. En ook deze uh, stroming die komt weer voort uit de ideeën van de verlichting. Het ideaal van gelijkheid uh, speelt een grote rol bij het feminisme. Maar voordat we naar het feminisme gaan kijken, moeten we eerst kijken naar het zogenaamde burgerlijk gezinsideaal. Nou, wat is dat? Dat is een ideaalbeeld, dat, dat zit er al in, dat woord ideaal, van een gezin, logisch gezinsideaal. En hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, de, de man is de kostwinner en de vrouw zorgt voor de kinderen en voor het huishouden. Hè, zo zou het ideale gezin eruit moeten zien. En dat was heel lang, en bij sommige mensen nu nog steeds wel, is dat uh, het, het ideale gezin eigenlijk, hè, zoals het eruit zou moeten zien. En dat betekent dus dat er uh, sprake is van de romantische liefde tussen een man en een vrouw. Hè. Die, die, die trouwen dan ook met elkaar op een gegeven moment en die gaan een gezin stichten. Uh, ze hebben heel veel zorg en aandacht voor de kinderen, waarbij die vrouw dus echt wel daar uh, het voortouw in moet nemen. En uh, die vrouw die moet ook zorgen voor een gezellige en huiselijke sfeer. Nou, dit is het burgerlijk gezinsideaal, en dat is. Eigenlijk heel lang, tot ver in de 19e eeuw, is dat, uh, en wat ik zeg nu nog steeds, misschien wel op sommige plekken, is dat heel erg dominant geweest. Daar moest je naar streven. Dat was eigenlijk goed. Maar dan zie je ook meteen dat er in dat ideaal, dat er toch wel een duidelijke scheiding zit tussen de rol van de man en van de vrouw. En omdat dit ideaal zo dominant was... zorgt dat voor weinig aandacht van het feminisme. Want waar gaat het feminisme juist naar streven? Nou ja, naar een gelijkwaardige positie van de vrouw in de maatschappij. Want eigenlijk zegt dat burgerlijk gezinsideaal... dat een vrouw vooral binnen huis moet blijven... Hè? voor de kinderen, voor het huishouden moet zorgen... maar er zich vooral niet te veel uh, in de maatschappij moet begeven. En dan zeker geen uh, bepaalde maatschappelijke positie in moet nemen of iets dergelijks. Dus er is sprake van... Uh, ja. Ongelijke posities tussen mannen en vrouwen. En dat vinden die feministen dus niks. Die gaan hun eigen maatschappelijke positie gaan ze opeisen. En in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan er dan feministische bewegingen, uh, vooral onder uh, de bourgeoisie, de welgestelde vrouwen en mannen ook, die eraan mee gaan doen, die zeggen van ja. Allemaal leuk en aardig, dat uh, burgerlijk gezinsideaal. Maar vrouwen moeten ook een meer vooraanstaande plek krijgen in de samenleving. Die moeten gelijke rechten krijgen. En de belangrijkste strijdpunten uh, zijn het kiesrecht. He, waarom mogen wel steeds meer mannen stemmen, maar waarom uh, mogen vrouwen niet stemmen? Die moeten ook kiesrecht krijgen. Die moeten ook gekozen kunnen worden bijvoorbeeld. He, die moeten ook uh, in de Tweede Kamer terecht kunnen komen. Um, en uh, vrouwen moeten meer toegang krijgen tot het uh, onderwijs of tot het hoger onderwijs. Want het was toch maar beperkt tot een hele kleine groep mensen. En, en van uh, meisjes werd vaak verwacht dat als ze aan de school gingen, dat ze op een gegeven moment uh, van school afgingen om in het huishouden mee te gaan draaien of iets dergelijks. Nee, dat moest niet. Vrouwen moesten zich via onderwijs op kunnen werken. En dit zijn de belangrijkste strijdpunten, waar in verschillende landen, ook in Nederland, uiteindelijk grote overwinningen worden behaald uh, door de feministen. Maar dat is iets voor een andere video misschien. Maar uh, die feministen die houden zich ook met allerlei andere maatschappelijke thema's bezig. Hè. Dus wij associëren dit hier altijd meteen met Aletta Jacobs in Nederland. Hè. Zij is een van de eerste vrouwen die hier echt voor gaat strijden. en die ook succesvol is. die ook uh, als een van de eerste af gaat studeren aan een universiteit, bijvoorbeeld. Maar ze houden zich ook bezig met andere thema's. die ook in de maatschappij een rol spelen. zeker ook onder de arbeidersklasse. Uh, prostitutie, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk uh, zeer denigrerend voor vrouwen. Dus dat, 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 dat moet echt uh, bevochten worden. Daar moet een eind aan komen. Uh, drankmisbruik. Zeker om die arbeidersklasse, zag je bij, bij mannen heel sterk dat die. Uh, Vanwege de ellendige situatie waar ze in zaten, uh, toch vaak naar de fles grepen. En dat had allerlei kwalijke gevolgen, niet alleen voor die man zelf, maar ook voor uh, het gezin en voor, de, voor, de, voor zijn vrouw. Dus daar moet iets tegen gedaan worden, vonden die feministen. En uh, de opvoeding van de kinderen, daar, uh, ja, de, daar, daar moest ook van alles nog in gebeuren. Daar, daar kon ook nog heel veel winst in behaald worden, vonden uh, vrouwen zoals Alette Jacobs. Maar ook hier zie je dus weer dat uh, ideaal van die gelijkheid, uh, van de verlichting. Zie je hier dus ook heel, heel duidelijk terugkomen bij dat feminisme. Want waarom zouden vrouwen niet gelijkwaardig zijn aan mannen?